allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit keer een unboxing van 4 minis die ik nog niet had. Of nou ja, ik had de Small Fry kennelijk al wel en ik heb de Gilbrand ook al. Maar ik heb nog niet deze versie, dus ik heb de oude versie van de Gilbrand. Ik hoop dat jullie deze video vinden. Vind je het leuk? Doe dan vast een duimpje omhoog op deze video. Schrijf iets in de reacties voor suggesties of iets dergelijks wat je wil zien dat ik kan doen. Of abonneer op het kanaal. En dan gaan we nu voor de video. Ze heten dus officieel minis. In Skylanders 1 werden ze uitgebracht als sidekicks. Dat waren er maar 4 en het was zo populair dat ze nu playable zijn. Dus je kan ermee spelen en ik vind ze zelf heel erg leuk om mee te spelen. Ik heb een hele collectie van de minis. Ik heb ze bijna allemaal. Ik moet alleen nog Breeze. En dan heb ik ze allemaal. Dus als jullie ergens het luchtpakket zien hiervan, zeg het alsjeblieft, want ik wil dat heel graag hebben. We gaan nu gewoon lekker unboxen. Dus ik zal even kijken. Ik hou deze even gewoon onder mijn arm. Hier hebben we Small Fry. Een V-Ruptor. Verder niet heel interessant, maar de achterkant is losgegaan al helaas. Dus we kunnen ze er wel zo mooi uithalen. Oeh, ik ga toch even neerleggen. En het leuke aan Trap Team vind ik ook dat je gewoon nog kaartjes kreeg. Ik zal ze er even uithalen hier. 2 kaartjes, heel mooi, van V-Ruptor en Small Fry. Dus dat is hartstikke leuk. En dan hebben we de characters ook. Oeh. Ik haal ze er even gewoon zo uit van de camera af. Hier zijn de characters. Focus. Hij gaat al focussen, ja. Dus ik heb Small Fry, super leuk. Had ik eigenlijk al. En ik heb eigenlijk Eruptor ook al, maar ik heb de Excellent V-Eruptor. Dus dat is de paasversie. Dus ik wilde deze nog heel graag hebben. Dan hebben we hier de 2 andere, Dumpling en Gilbrand. Achterkant. Deze achterkant was ook al helemaal los. Ik heb ze besteld op bol.com toen ik zag dat ze er waren. Ik zal even proberen het zo te doen, maar het is ontzettend warm. Daar zullen jullie ook wel last van hebben. Hier hebben we weer de kaartjes. Met de stats. En dan hebben we natuurlijk ook de characters zelf. Hier zijn ze. Even zo proberen, ja. Dus we hebben Dumpling hier, super schattig. Heel veel zin om mee te spelen. En we hebben Gilbrand, de Trap Team versie. Dus dat was het eigenlijk al. Dus hier zijn ze met z'n allen. En met mijn hoofd erbij. ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vond je het leuke video's? Doe dan een dikke duim omhoog. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei!